Ja, senior, scoren is leuk, maar scoren is het allerleukst als het 3 punten oplevert. En dat is nu eindelijk het geval. Ja, zeker. Ik heb de afgelopen 3 wedstrijden had ik al 2 keer gescoord, maar leverde helaas 1 punt op. En ja, nu scoor ik wederom. En 3 punten, dus dat is extra mooi. Ja, ben je het met me eens dat het wel een klein beetje een gestolen overwinning is? Als je naar het spelbeeld kijkt, voornamelijk hoe we de tweede helft starten, ja, dan denk ik dat het vrij kansloos was aan onze kans toe. En ja, uiteindelijk een goede invalbeurt van Jos. Die dan toch met die actie zeg maar, de wedstrijd openbreekt door een penalty krijgen. En op dat moment lopen we er eigenlijk helemaal overheen. Ja, een goede actie van Jos. Jos Peltsen die de penalty creëert op het moment dat jullie een beetje wankelen. Maar ook een paar goede acties van de spits. Jij dus. Want ja. God, wat ben jij effectief. Ja, zo mag je dat wel noemen. Nou ja, het bepaalt toch van die laatste kans die ik toch ook moet maken. En dan schiet ik er 4 in. Maar ja, best wel effectief mag je zeggen, ja. Ja, hartkloppingen, want die penalty die was van levensbelang, hè? Ja, tuurlijk. Ik pakte de bal van Jonathan, of Jonathan gaf hem aan mij, Kindermans. En ik wist eigenlijk al meteen wat ik zou doen, dus ik was zo snel mogelijk erin geschikt. Ja. Als jij nou vanavond thuis komt en je vriendin, of je vrouw, of je moeder, ik weet niet, die vraagt jou van, wat was voor een wedstrijd? Wat zeg je dan? Makkie, we hebben met gemak gewonnen? Nee, dat zou ik zeker niet zeggen, maar uiteindelijk... Ja, het resultaat telt. Ik bedoel, we hebben ook bepaalde wedstrijden net als vrijdag tegen Achilles domineren we en dan uiteindelijk winnen we niet. En dan op dit moment, ik wil niet zeggen gestolen overwinning, maar... Ja, ik wel, hè. Maar ja, oké, dat mag u vinden, maar uiteindelijk is voetbal en alles kan. En Almere speelde een fase van de wedstrijd zeker veel beter dan ons. En, Hoe lekker is het voor een spits om zo het seizoen te beginnen? Alle doelpunten weer ploeg maken, ongeslagen, vandaag de 3 punten uit het vuur slepen. Maar vooral, er staan al 5 kruisjes achter je naam. Ja, zeker. Het is lekker. Zeker als je naar vorig jaar terugkijkt, was het niet echt mijn seizoen. En nu zijn we nog in augustus en heb ik Almere laten zien naar vorig jaar in het hele seizoen. Ja, doe mij een lol. Blijf een beetje met je voeten in je schoenen. Dat het zo'n seizoen gaat worden, want dit smaakt wel naar meer. Ja, zeker. Het smaakt zeker naar meer. En ik zal gewoon mijn stinkende best blijven doen in elke wedstrijd dat ik mag spelen. En dan zullen we wel zien waar het tot resulteert. Nou, die rare gelijke speler, dat is nu achter de rug. De overwinning is gepakt, ongeslagen. Ja, wie weet waar het toe kan leiden. Ja, dat vind ik nog een beetje vroeg om te zeggen. Maar wat u zegt, aan de resultaten te zien zijn we nog ongeslagen. En dat staat en waar dat naartoe zal leiden, dat zullen we zien.